Maar goedenavond allemaal trouwens. Maar het gaat over, deels komt het, heeft het wel een beetje mee te maken. Mijn overdenking gaat over afscheid. Afscheid doet altijd pijn. De moeder die een kind 9 maanden in haar buik draagt en afscheid moet nemen van het kind dat uit haar buik gaat, dat doet pijn. Dat komt met letterlijke pijn, weeën, gillen, huilen, noem maar op. Doet pijn. Afscheid nemen van het kind dat toen nog niet geboren was, dat uit je buik gaat, doet pijn. Afscheid nemen van jouw kind dat groot is geworden en het huis uitgaat om al dan niet te gaan studeren, op kamers te wonen of gaat samenwonen met haar kersverse man of vriend. Ook dat doet pijn. De moeder vindt het nooit prettig dat haar kind het huis uitgaat. Het doet pijn om het kind te laten gaan, vrij te laten. Al weet je als moeder of als vader van het loslaten en weten dat het goed komt. Toch? Het doet pijn. Het is een ander soort pijn, maar het doet pijn. Want je wil dat kind in feite niet loslaten. Afscheid nemen van jouw geliefde, omdat het niet meer lukt tussen jullie twee. Of omdat de relatie uit elkaar is gegaan, doet pijn. Het gemis, het samen zijn, het vertrouwen, het liefhebben, alles. Nu moet je die persoon laten gaan, al dan niet door ruzie of niet, maar je moet de persoon laten gaan, vrij laten. Loslaten met pijn in je hart, al zou je denken van, die persoon gaat morgen iemand anders vinden, waarmee hij of zij wel gelukkig mee zal zijn. In elk geval gelukkiger dan met mij. Dat doet pijn. Dat is ook een vorm van afscheid. En dan hebben we de zwaarste. Afscheid nemen wanneer iemand komt te ontvangen. Wanneer iemand komt te overlijden, moet je ook afscheid nemen van een persoon. Ook dat doet pijn. Al zeggen we vaker van, ach, hij gaat naar een betere plek. Of ach, ze is bij de Heer, daar heeft ze geen pijn, daar is ze niet ziek. Maar hier, dat doet pijn. Dus, hoe je het draait of keert, elke vorm van afscheid nemen, doet pijn. Maar wat leren we ervan? Het doet inderdaad pijn. Maar bij het geboorte van je kind ben je blij dat je je baby in je hand mag houden. Als jouw kind uit huis vertrekt, ben je blij dat hij een stap heeft gemaakt, een mijlpaal in zijn of haar leven, naar volwassenheid. He? Afscheid in een relatie. Wanneer je in een nieuwe relatie zit, dan denk je van, ben ik even blij dat ik niet met hem of met haar ben gebleven, want nu ben ik zielsgelukkig. En als laatste, wanneer die persoon weg is, weg naar de andere kant, waar wij nog niet kennen gelukkig, dan ben je blij na x aantal jaren van, omdat je mooie herinneringen hebt kunnen bewaren en die persoon hier altijd blijft voortleven. Gelukkig. Alsjeblieft.